Twee kandidaten, één openingsbod. Lukt het de hoogste bieder om binnen anderhalve minuut het kaartenhuis te bouwen en een punt te verdienen? Lukt het niet, dan krijgt de ander het punt. De winnaar van het eerste punt mag het openingsbod doen voor de volgende ronde. De eerste kandidaat met twee punten is de winnaar en gaat naar huis met een Holland Casino try-out pakket. Vandaag hebben we twee vriendinnen uit 's-Hertogenbosch die tegen elkaar gaan strijden. Michelle en Kim, hartelijk welkom dames. Is er naast het shoppen en stappen nog wel tijd geweest om goed te oefenen voor Beeldit? Nou, we hebben wel een beetje geoefend, maar het lukt niet zo heel erg. Dus op een gegeven moment zijn we gestopt. Zijn jullie gestopt? Jullie hebben ook met elkaar geoefend, al tegen elkaar geoefend? Nee, apart, maar we hielden wel contact. Jij mag het zeggen, kop of munt? Kop. Kop. Het is kop geworden. Plaats uw bod. Welk kaarthuis ga je bouwen? Ik ga kaarthuis 7 bouwen. Nummertje 7. Ga jij daar overheen, Kim? Denk jij dat je het beter kunt? Nee. Nee? Nee. Dus jij laat de eer aan Michelle en ja. Michelle mag hem bouwen? En dan gaat jouw tijd nu in. Veel succes. Dankjewel. Heel erg aan het trillen. Het is natuurlijk ook een echt concentratiespel. Ja. Dit gaat goed, dit gaat goed. Kijk. Ik tril heel erg. Oké, wacht, ik tril echt heel erg. Doe neem maar eventjes rustig je tijd. Oh, dat is niet normaal. Hoe lang heb ik nog? Halve minuut heb je nog, Michelle. Ja, echt niet normaal. En hij staat, hartstikke goed. Eerste punt voor jou, Michelle. Jij mag als eerste bieden. Ik ga gewoon weer kaarthuis 7 doen. Weer 7? Je moet er echt overheen, hè? Je moet er overheen, ja. Nee, dat gaat me echt niet lukken. Gaat je niet lukken? Nee. Niet competitief genoeg ingesteld om even te bouwen? Proberen. En welke wil je? Die van 10 dan. 10? Wil jij daar nog overheen, Michelle? Nee, ik niet. Nee? Ik ga hem even bouwen. Veel succes, je tijd gaat nu in. Oh, jammer. Eens proberen. Maakt niet uit. Nu kunnen we natuurlijk ook zien hoe stressbestendig onze Kim is vanavond. Je hebt nog 10 seconden. Het kan nog. In die 10 seconden moet je die twee wel overstellen. En helaas, je tijd is voorbij, Kim. Helaas, wat jammer. Maar dat betekent dat we een winnaar hebben. Yes. Een winnares in deze. Hey, van harte gefeliciteerd, ja, Michelle. Ik overhandig jou het Holland Casino try-out pakket. Ja, dankjewel. Misschien dat jullie de winst samen kunnen vieren. Voor jou hebben we ook een kleinigheidje. Dag. Hartstikke bedankt dankjewel. Voor het meedoen, Kim. Een stokkaart van Holland Casino. Nog even flink oefenen. Ja. Nou, denken jullie thuis dat jullie het ook goed kunnen, zelfs beter kunnen dan deze vriendinnen uit 's-Hertogenbosch? Je kunt je nog opgeven via jaikdoemee@brabant10.nl.